Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-nieuws van maandag 27 oktober. Vandaag kreeg de Oude Bibliotheek aan de Orion, waar ook RTV Amstelveen is gevestigd, een grote uitwendige schoonmaakbeurt. Dit om verloedering van het gemeentelijk vastgoed te voorkomen en de toekomstige bewoners van het nog leegstaande deel een fris welkom te geven. Vroeger zat hier ook de bibliotheek. Iedereen weet dat in Middenhoven. Die is al een paar jaar weg. Ja, wij willen niet dat dat pand verder verloedert. Ik ben hier samen met mijn collega Maaike Veningen van Onderwijs. We willen dit opknappen, het wordt weer schoongemaakt en we willen dat zo gauw mogelijk in de bibliotheek, de oude bibliotheek, dat daar onderwijs in kan komen. Er zijn hier 3 scholen en dat willen we regelen. Aha, want het pand naast ons staat inderdaad al een tijdje leeg. Daar gaat dus onderwijs in komen nu? Ja, wat ons betreft wel. Daar zijn we in overleg met de vereniging van eigenaren die daarboven zitten. Want eigenlijk mag er alleen een bibliotheek in. Maar we hebben gevraagd van laat dat nou gewoon toe. Dat is goed voor jullie, want ze hebben natuurlijk hun woningen worden natuurlijk minder waard als het hier verloedert. Het is goed voor Amstelveen, ja, en het is goed voor Middenhoven. De buitenstaander zou denken, er wordt gewoon een hoge drukspuit opgezet. Ja, dat is natuurlijk altijd het verhaal. Het lijkt allemaal makkelijker dan het is. Hier komen we natuurlijk tegen op een schone gemetselde muur, die dus vervuild is in de loop der tijd. Die zal ook op een gegeven moment een behandeling moeten hebben, maar de laag die erop zit, is behoorlijk vuil. Wij proberen met een zo laag mogelijke druk, met stoom, en met goede voorzieningen voor uiteraard voor het milieu, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat we de handhaving ook natuurlijk tevreden stellen met de beloftes die we moeten maken. Het is zo dat wij dus eigenlijk het schoonmaken zo zien, voorzichtig aanpakken. Dan kan je altijd naderhand, nog met wat meer geweld of met chemicaliën als het nodig is, kan je dan zeggen we gaan het verbeteren. Maar wij proberen altijd zoveel mogelijk, zo met zo min mogelijk druk, met stoom, met zo min mogelijk chemicaliën proberen wij de muren schoon te maken. Toevallig, vorige week is er bij ons in het tunneltje daaronder een graffiti gemaakt van fuck the police. Wordt daar ook snel wat aan gedaan? Ja, onacceptabel. We gaan vandaag er meteen mee aan de slag. Dat willen we dus absoluut niet. Ja, en je ziet als dat blijft hangen, dan krijg je ook zo'n sfeertje van allemaal negatief. Dan verloedert het. Ja, dat willen we dus niet in Amstelveen. Vandaar dat we gewoon tegen de klippen op gewoon blijven investeren in Amstelveen. En de inwoners van Amstelveen, spelen die daar ook een rol in door meldingen te maken bijvoorbeeld? Ja, heel graag. Zo gauw we weten dat er zulke soort dingen zijn, dan treden we meteen op. Laten we het weghalen. Maar nogmaals een oproep via de camera aan alle Amstelveeners. Als u zoiets ziet, meld het gewoon even bij ons gemeentelijk nummer. Ja, en dan kunnen we zo snel mogelijk actie ondernemen. Een grote politiecontrole die vrijdag werd gehouden is een enorm succes geworden voor de Belastingdienst. De politie maakte namelijk gebruik van een speciale kentekenherkenningsapparatuur en kon daardoor de automobilisten van de weg halen die nog een rekening bij de Belastingdienst hadden openstaan. De Belastingdienst heeft uiteindelijk 31 voertuigen in beslag genomen en bijna €75.000 aan openstaande vorderingen geïnd. Ook de politie zelf boekte successen. 7 personen die nog een boete hadden openstaan maakten het bedrag meteen over. In totaal werden 117 voertuigen gecontroleerd. De VVD wil met betere citymarketing meer toeristen naar Amstelveen lokken. Volgens VVD-raadslid Inza Gast moet informatie over Amstelveen makkelijker te vinden zijn voor de toerist. En dat is momenteel niet het geval. Waarom moet er meer aandacht komen voor toerisme in Amstelveen? Ja, omdat de toeristen in Amstelveen, die naar Amstelveen komen, die hebben nu eigenlijk helemaal geen informatie tot hun beschikking. Als zij een beetje gaan googlen wat er te doen is, dan is dat heel versnipperd op allerlei plekken te vinden. En we willen graag dat we toeristen of dagjesmensen ook kunnen stimuleren om hier naartoe te gaan. Dus dan is de eerste voorwaarde dat ze hun informatie kunnen vinden. Waarom moeten toeristen hier naartoe komen? Want het is niet zoveel verschil van Amsterdam, denk ik. Als toeristen hier naartoe komen, dan spenderen ze geld in Amstelveen. Ze helpen de economie van Amstelveen. En dat is iets wat we heel graag zouden willen. En verder willen we mensen laten meegenieten van wat Amstelveen te bieden heeft. En niet alleen maar Amsterdam. Wat is er allemaal te doen voor de toeristen in Amstelveen? Ja, in Amstelveen hebben we natuurlijk culinaire belevenis. We hebben de restaurantstrip aan de Amstel. We hebben shopping op het Stadshart. We hebben voor de kinderen hebben we geitenboerderijen. Niet één, maar zelfs 2. We hebben prachtige heemparken en het bos waar ze natuurlijk naartoe kunnen. Rondje om de poel. We hebben het oude dorp wat een echte trekker is qua evenementen. Dus we hebben genoeg te beleven in Amstelveen. Wat gaat u eraan doen om betere citymarketing te krijgen in Amstelveen? Nou, ik zou heel graag willen dat de wethouder eigenlijk een plan maakt
om een goede site te maken voor Amstelveen. Als je nu naar www.amstelveen.nl gaat, kom je op de gemeentelijke informatie. Maar voor toeristen is er eigenlijk niks te vinden. Ik was op vakantie vorig jaar en ik kwam in een land waar je ook wat intikte, kon je altijd bij iedere stad meteen vinden wat daar te doen was. En waarom hebben we dat in Amstelveen niet? Is het niet de taak van de toeristische trekkers om zichzelf te promoten in plaats van de gemeente? Nou, daar heeft u wel een punt. We willen ook graag de ondernemers erbij betrekken. Toch zou het leuk zijn dat er ook dat Amstelveen daarin voorop loopt, die informatie op een site zet. En dat dan de ondernemers bijvoorbeeld de kans krijgen om daarop te adverteren of daar nog extra informatie op te zetten. En zo kan je samen zorgen voor goede informatie, maar die ook betrouwbaar is en waar iedereen een plekje kan krijgen. In de maand november zal in verschillende Amstelveense wijkcentra jazz in de buurt worden gehouden. Stichting Het Podium gaat wekelijks concerten aanbieden, van jazz tot blues. Met deze intieme optredens wil de stichting live muziek dichter bij de mensen brengen en de vooroordelen over jazz ontkrachten. November, belangrijke maand voor jullie. Zeker, het is de start-up van jazz en blues hè, voor het seizoen. En het seizoen dat loopt in principe eigenlijk van september tot aan juni. Dat is eigenlijk een normaal jazz en blues seizoen, zeg maar. Over de zomer zijn er weer andere optredens aan de gang, maar in ons geval is dat zo. En dat zou ongeveer voor de jazz 30 optredens zijn en voor de blues zo'n 20 optredens. En we beginnen dus nu in november. We hebben wat overleg gehad met de verschillende wijkcentra. En met elkaar zijn we eruit gekomen en hebben een hele leuke, laagdrempelige benadering voor de jazz en blues gekozen. En op die manier heb ik gemerkt dat iedereen daar enthousiast over is. Kunt u vertellen wat er ongeveer de revue gaat passeren in deze maand? Ja, de komende maand hebben wij een viertal bands. We beginnen daar met Jan-Willem van Delft met zijn trio. We hebben eigenlijk allerlei trio's ingeschakeld om te beginnen, om te zien wat wij dus als het ware qua reset en zo kunnen doen. Met elkaar moeten we eigenlijk ook dus de kosten, de onkostenvergoedingen van de bands kunnen opvoeren. Door de resetten, zeg maar. We rekenen daar €5 voor. De bands die daar zijn, die spelen, zijn allemaal topbands, zoals ik al zei. En wat dat betreft krijgt elk wijkcentrum gewoon het neusje van de zalm te horen. Er zijn 4 podia's, kunt u ze noemen? Ja, er zijn 4 podia's voor jazz en er is er 1 voor blues. En de 4 podia's, dat zijn inderdaad de Mains hier. Dat is de derde vrijdag van de maand. De eerste vrijdag beginnen we bij de Bolder in het Groenhof. De tweede, dat is in Westwijk. Dat is dan eigenlijk dus de tweede vrijdag. En de laatste is eigenlijk in Bovenkerk. Bovenkerk Noord-Amp Centrum. Ja. En waar kunnen we meer informatie vinden? Dat kan op onze site van Jazz Het Podium. Het podium dus, onze stichting. Dat is www.tpodium.net. N-E-T. En ook bij de verschillende wijkcentra komt dat op het programma te staan. Een unieke kans voor bewoners om kennis te maken met wat er in de wijk te doen is en te ontdekken wat er leeft en speelt. Dat is Verrijk je wijk. Een informatiemarkt die afgelopen zaterdag werd georganiseerd door welzijnsorganisatie AanZ in wijkcentrum Het Open Hof in Amstelveen-Noord. De markt is nodig in een tijd waarin de maatschappij steeds meer individualiseert en er vanuit de overheid steeds minder geld beschikbaar is. Dat weten we. We kunnen niet voor alle wissewasjes, alle professionals bellen. Dat is er niet. Het geld. De BV Nederland heeft het even lastig. En dan denk ik dat het een goede zaak is dat wij weer teruggaan naar de straat, naar de buurt, de mensen om de hoek. En daar gaan kijken wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Er zijn hier zoveel heerlijke initiatieven. Neem bijvoorbeeld het initiatief van de Moestuin. Nou, het is eigenlijk geweldig hoe mensen daar met elkaar iets aan het ondernemen zijn rond eten. Buurtmoestuin De Parel verrijkt de operabuurt op verschillende manieren. Ik vind het erg leuk en ook belangrijk, zeg maar, dat mensen samenkomen. Dat je elkaar een beetje leert kennen. Wat voor cultuur is er eigenlijk in de wijk? En dan natuurlijk daarnaast de tuin zelf bewerken is natuurlijk prachtig. Het levert je ontzettend veel op. Als je kijkt wat het dit jaar aan oogst heeft opgebracht, dat is fantastisch. Dus er zitten heel veel leuke kanten aan. En vooral het samen doen vind ik nog het allerleukste. Taalrijk is een project dat ondersteuning biedt aan zo'n 70 kinderen met een leerachterstand, onder andere op het gebied van taal.
met sommige dingen. Sommige kinderen hebben moeite met dingen en dan leren ze dat hier. De kinderen worden in diverse wijkcentra begeleid door enthousiaste vrijwilligers, zogenaamde taalcoaches. Nou, ik heb nu net bijvoorbeeld, ik neem even een voorbeeld, een meisje met loco bezig geweest. Dus was ze met rijmen. En dan zie je dan op een gegeven moment dat ze het begrijpt. En dan zie je dus dat haar zelfvertrouwen, en dan gaat ze het zelf doen. En dat haar zelfvertrouwen daardoor heel erg groeit. En dat vind ik wel heel erg leuk om dat zo te zien. Dus en ik vind het wel leuk dat ik daar dan in bij kan dragen. Tijdens de markt werden nog veel meer nieuwe initiatieven gepresenteerd. De markt trok zo'n 200 bezoekers. Nieuwe, maar ook geboren en getogen Amstelveeners. Ik denk dat het vanuit de organisaties die hier allemaal zijn hartstikke goed is dat er wat meer bekendheid komt aan de verschillende initiatieven. Ik kom hier ook nieuwe initiatieven tegen die ik niet ken als bijna rechtgeaarde Amstelveener. En ik denk dat mensen soms op zoek zijn naar een activiteit en geen weet hebben van wat er allemaal in Amstelveen te doen is. Aanzet is van plan om in het voorjaar een dergelijke informatiemarkt ook in Amstelveen-Zuid te organiseren. Wie wil weten hoe 3D-printen precies werkt, doet er goed aan om op zondag 2 november naar de bibliotheek aan het Stadsplein te gaan. Om 14:00 wordt daar een presentatie over 3D-printen gegeven en daarna zal er live een 3D-printdemonstratie worden gehouden. En zullen er volop voorbeelden zijn van 3D-geprinte objecten en de materialen waarmee geprint kan worden. De presentatie is vooral voor volwassenen en jongvolwassenen, maar de demonstratie die om 14:45 begint is geschikt voor alle leeftijden. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Meer informatie is te vinden op www.debibliotheekamsterland.nl. En dan nu de voetbaluitslagen. We beginnen zoals altijd met het zaterdagvoetbal. HMVJ verloor wederom, deze keer van ZOB, met 1-2. Amstelveen Hellas Sport werd 2-2, weer een puntje voor Amstelveen. De Brug NFC 2-1. Koninklijke HFC tegen Erkenvik werd 4-1. SVOW Roda 23 0-3. En Sporting Martinez wist uit bij de Zilvermeeuwen met 3-4 te winnen. En zondagvoetbal. Roda 23 tegen ZSGO WMS werd 0-2. Sporting Martinez boekte een mooie overwinning op Ankaraspoor 3-1. Nautilus verloor 0-6 van Diemen. En Fortius NFC 3-1. Tientallen heksen, jawel, u hoort het goed, tientallen heksen uit heel Amstelveen, kwamen zondag 26 oktober bij elkaar op speelboerderij Elzenhoven. Daar werd Halloween gevierd met pompoenen en vleermuismaskers en zelfgemaakte spinnenwebben. Wij verwachten zo rond 800 tot 1000 bezoekers. En we hebben 250 pompoenen, dus 250 kinderen kunnen pompoenen snijden. Die pompoenen hebben jullie niet allemaal zelf verbouwd? Nee, dat is veel te veel werk geweest. Wij hebben ze van een boer en die heeft uit Noord-Holland. En die heeft een groot stuk land en daar verbouwt hij pompoenen. En daar hebben wij ze van vandaan. Ja, als de pompoenen overblijven, dan worden wij misselijk. Want dan eten we gewoon alleen maar pompoensoep en pompoenbrood. En verzin maar van die dingen die je kan maken met pompoen. Dat moeten wij dan allemaal eten, helaas. Nee, als ze echt overblijven, dan gaan ze naar de beesten. En dan wordt het gevoerd. Maar er blijft niks over. Bij een heksenfeest hoort ook een echte heksendrank. Maar wat zit er nou in? Appel. Wat zit er nog meer in? Koeienogen. En wat nog meer? Hè? En wat nog meer voor enge dingen? Geitenkak. En dan? En dan kikkerbilletjes. Appel, koeienogen, geitenkak, kikkerbilletjes. Is dat wel lekker? Ja. Heerlijk. Heerlijk. Het drankje smaakte een beetje vreemd, maar dat kwam vast door de appel. Wat voor eng figuur ben jij? Ik ben Spook. Je ziet er heel eng uit. Dank je wel. Wat heb je gedaan, joh? Pompoen gesneden. Pompoen gesneden. En schrokken de andere kinderen van jou? Ja. Goed, hè? Hi meid, hoe heet jij? Umaira. En wat heb je hier gedaan? Vertel eens. Ik heb net pompoen gesneden. En hoe ging dat? Goed. Jij ziet er ook best wel eng uit.
Ja, ik ben een heks geworden. Jij bent een heks? Ja. En hoe heet deze heks? Kiona. Wat is jouw engste toverspreuk? Mijn moeder in een heks veranderen. Maar de heksen moesten oppassen, want er waren ridders aanwezig. De heks gaat hier straks doden, of niet? En dan nu het weer. Vannacht staat er weinig wind en is er kans op een enkele mistbank. De temperatuur daalt naar 10 graden. Morgenochtend verdwijnt de mist en schijnt de zon. En bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden wordt het 15 graden. En dit was het RTVA nieuws van maandag 27 oktober. Wij zijn er morgenavond vanzelfsprekend weer om 7 uur. Graag tot dan.